dit is een zaak die speelt tussen Duitsland en Turkije. Daar geef ik geen commentaar op. Oké, okay, nou laat dit ik dan de vraag anders stellen. Stelt u zich nou eens voor dat komend weekend een Nederlandse cabaretier een dergelijke uitvinding zou maken en Erdogan zo boos worden op Nederland? Hoe zou u dan reageren? Kijk, je kunt dat soort zaken nooit precies vergelijken. Het zijn als-dan vragen. Die bovendien gesteld worden in de context van de regeringsdeclaratie die vandaag door mijn Duitse collega's gegeven in zaken de kwestie tussen staatspresident Erdogan en Duitsland in zaken meneer Böhnermann, een cabaretier die bekend is van zijn optreden op de Duitse publieke televisie. Maar ik vind niet dat ik erin moet treden. Dat is echt een zaak tussen Duitsland en Turkije.